Mark Baanders, bekend van zijn werk als verslaggever voor Pownet en zijn deelname aan programma's zoals Expeditie Robinson en Het Perfecte Plaatje, heeft een heftige ervaring gedeeld over zijn mishandeling op straat. Tijdens een gesprek aan tafel bij Eva Jinek deelde hij zijn verhaal. Hij werd zwaar mishandeld en uitgescholden vanwege zijn geaardheid. En ook een vriendin van hem raakte gewond. Baanders vertelde dat hij een paar maanden geleden tot 3 keer toe werd uitgescholden voor kankerhomo, terwijl hij op straat was met vrienden. Er werd tot 3 keer toe kankerhomo geroepen, vertelt Mark. Daar heb ik eigenlijk zelf geen boodschap meer aan. Het gebeurt me vaker op straat. Alleen ik was met vrienden die zeiden van, joh, je laat gewoon over je heen lopen, doe dat niet. Een vriend van mij die trok het uiteindelijk niet meer en die zei toen, hou je bek dicht tegen de jongens die dat zeiden. En wij liepen gewoon door, we waren al 50 meter verder gelopen. En dat was reden voor hun genoeg om naar ons toe te rennen. Toen ging het van kwaad tot erger. Mark omschrijft hoe een vriendin van hem high kicks in haar ribben kreeg. Ze zijn niet eens inderdaad op die sterke jongen afgestapt, maar het enige meisje van de groep. Hij besloot zijn vriendin te verdedigen en liep daar zelf ook harde klappen bij op. Ik had een gekneusde kaak en een hersenschudding. Deze heftige ervaring heeft er bij Mark logischerwijs zwaar ingehakt. Vanaf dat moment, en ik hou niet van overdrijven, maar is er iets in mij geknakt. Waardoor als ik nu kankerhomo naar me geroepen krijg, wat voorheen dacht ik sta er boven. Alleen nu denk ik kan niks meer doen of ik ga er niet tegen in verweer, omdat ik misschien een klap kan krijgen of omdat mensen agressief worden. Baanders vertelde dat hij voorheen altijd het gevoel had dat hij dergelijke situaties kon negeren en boven het geweld stond. Tot mijn 25e leefde ik in een bubbel van oké, veiligheid, ik sta er boven, ik zeg niks. Legde hij uit. Maar deze ervaring heeft dat gevoel volledig veranderd. Hij vertelde dat hij zich nu vaak minder waardig voelt wanneer hij wordt uitgescholden. En dat hij het gevoel heeft dat hij geen andere keuze heeft dan door te lopen. Het verhaal van Mark sluit aan bij de recente virale video van de jongen met nagellak in de tram. In de video is Bart Lutters te zien. Een man die viral ging nadat hij in een tram in Den Haag opkwam voor een jongen met nagellak. In de video, die we straks laten zien, is te zien dat de jongen belachelijk werd gemaakt door een vlogger. De vlogger filmde de jongen en maakte beledigende opmerkingen over zijn uiterlijk. Bart besloot in te grijpen en confronteerde de vlogger over zijn gedrag. De vlogger werd daarop steeds agressiever, waarbij hij zelfs begon te schreeuwen tegen de hele tram. Hoewel Bart bang was dat de situatie verder zou escaleren, besloot hij toch zijn standpunt te verdedigen. Uiteindelijk kreeg hij lof van de andere passagiers in de tram. En op social media werd hij geprezen als een held. Toch gaf Bart zelf aan dat hij twijfelde of hij het juiste had gedaan. Omdat hij zich achteraf afvroeg of hij meer aandacht had moeten besteden aan de jongen die werd aangevallen. Bekijk de video hier. Hij heeft ook nog wit nagellak op zijn tenen. Kankerhomo. Van een kankerhomo ben jij, zeg. Baba. Schaam je eigen nou niet? Nee, doe even normaal, man. Hou je bek dicht. Hé, doe normaal. Hou je bek dicht. Gewoon die tram uit, ja. Hou je bek dicht. Wat wil jij doen dan? Ga niet zomaar tegen mensen. Wat wil jij doen dan? Gewoon niet doen. Wat wil jij doen dan? Ik wil niks doen. Ik wil dat jij je gedraagt. Wat wil jij doen dan, kankercirkel? Doe aardig tegen die man. Hou je bek dicht, joh. Tot mensen zoals jou worden deze demonen worden deze demonen geaccepteerd. Ik accepteer dat niet dat je dat zegt. En ik accepteer niet hoe jij tegen mij praat. Ik praat heel beleefd tegen jou. Dus. Ik praat heel beleefd. Kankergek. Ik praat hoe ik wil. Heb je me begrepen? Ik ook. Dus. Ik praat ook. Je bek dicht. Nee. Je bek dicht. Dus. Mafkees? Ik ben geen mafkees.